Breda Nu. Je weet het meteen. In sporthal De Ganzerik in de Haagse Beemden werd een schoolhandbaltoernooi georganiseerd door handbalvereniging United Breda samen met Breda Actief en Delta Talent. Zo'n 20 teams deden mee uit alle wijken en kerkdorpen van de gemeente Breda. We zijn hier vandaag bij een handbaltoernooi. Wat is het nou eigenlijk? Wij als HV United Breda organiseren een handbaltoernooi om handbal bekender te maken in Breda. Onze vereniging krimpt. En we willen graag meer mensen binnen onze vereniging hebben. Vooral kinderen, jeugd. Ja, het is twee jaar geleden heeft de handbalvereniging United heeft ons benaderd dat ze heel graag een schoolhandbaltoernooi wilden organiseren. Nou hebben we dat vorig jaar opgestart. Toen hebben er 7 teams meegedaan met ongeveer 70 kinderen. En dit jaar zijn we er eigenlijk mee een doorstart gaan maken. En nu inmiddels doen er 20 teams mee. Omdat SME ons heeft gevraagd om mee te doen. En we dachten het is wel leuk om een keer een andere sport te doen. Want ik doe bijvoorbeeld hockey en ik heb al een paar keer met haar handbal gedaan. Dat vond ik ook heel leuk. En ja. En jij? Ja, ik doe zelf atletiek, dus dat is ook wel best wel anders. Alleen zelf, SME die zit bij ons in de klas. En die heeft zeg maar dus gevraagd van, zijn er kinderen die mee willen doen? En ja, wij hebben ons opgegeven. Is het jullie eerste keer hier? Nee, vorig jaar heb ik ook meegedaan en toen hebben we ook een wedstrijd gespeeld. Nou ja, goed, de organisatie is natuurlijk met name in handen van Breda United. Hè. Dat is natuurlijk de handbalvereniging hier in Breda. En kijk, de reden ook dat we natuurlijk hier het handbal gestart zijn, is natuurlijk om ten eerste het handbal kenbaar te maken, populairder te maken bij met name de jeugd. En we zijn dus ook met opzet bij de basisscholen begonnen, bij de lage groepen. Ja, om in ieder geval die kinderen ook duidelijk te maken van wat handbal is, hè, en wat handballen betekent. Ik heb heel het team gevraagd. Ik zit zelf op handbal, dus ik doe dit om de week, 3 keer in de week. En vind je dat leuk? Ja, ik vind het heel leuk zelf. 2 keer in de week trainen, op woensdag en op vrijdag. En op zondag heb ik dan altijd de wedstrijd. Meestal in de ochtend, dat is wel heel gezellig. Ben je graag met je team? Dan, meestal winnen we wel, maar het maakt mij ook echt niet uit of dat we verliezen. Mij gaat meer om mijn plezier en dat heb ik echt hier. Ik doe ook wel mee, maar eigenlijk ben ik voor voetbal. Ja. Dus het is jouw eerste keer hier? Ja. En wat vind je hier een beetje van? Je bent hier een beetje aan het rondlopen. Wat vind je nou leuk aan handbal of wat vind je niet leuk aan? Dat is leuk. Breda Nu. Je weet het meteen.